Maar het is weer prachtig mooi weer en het zou volgens Google vannacht vandaag slecht weer worden. Hoe dan? Het zou 20 graden worden, met minimum 15 en regen. Vleeswarenkaars en een visje en een bloemetje voor mijn broertje. Voor mijn pleegbroertje, want die had morgen jarig kunnen zijn. En dan heb ik deze bloemen gekocht. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer maandag, de 13e van de 5e 2024 en we leven om 12 uur 22. Wil je die kerst ook komen? Tenminste, het duurt nog een dikke 20 minuten, dus in die tussentijd ga ik lekker nog met de meisjes lopen. Zijn de sleutels kan erin, dus ja, helemaal perfect en als ze al eerder hier is dan ik terug ben, ja, dan kan ze er gewoon in komen. Maar het is weer prachtig mooi weer en het zou volgens Google vannacht vandaag slecht weer worden. Hoe dan? Het zou 20 graden worden, met minimum 15 en regen. Die zon, het is blauw. Daar wat wolken, daar is blauw. En het is maar liefst daar rood 23 graden. En daar staat bijna record. Wat is er, waar is het over? Dat weet ik niet. Hier is nog 22, gaan we even verversen. En hier zegt hij 21 nu. Nou ja, we merken het wel. Overwegend bewolkt, nou ja, ik zie die overwegende bewolking niet, want het is daar strak blauw. En daar wel, wat bewolkt. Maar ja, oké. Ik neem mijn vest sowieso wel mee, die ligt klaar, dus ja. De jas heb ik maar even opgeruimd, die heb ik voorlopig eventjes niet nodig. Tenminste, vandaag sowieso niet. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed, denk ik. Ik hou gewoon vol goede moed. En, ja. We gaan er gewoon weer vandoor, ja. En ik zou zeggen, geniet gewoon van alles. En geniet weer gewoon een beetje mee. We zien wel waar we tegenaan lopen, ja. Willy komt in ieder geval en wat de rest gaat gebeuren, dat weet ik niet. Nee, ik ga de keuken in, want ook daar staat een berg af. Dus dat moet ook weer gedaan worden. En ja, je weet nooit niet wie er komen gaat. Je kan nog een vaste visite krijgen, maar ook weer niet. Dat het lekker stil blijft. We zien het wel. Ja. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer thuis van wat boodschapjes. Ja, niet veel hoor. Nou ja, niet veel. Het kost wel een heleboel, maar op zich is het niet veel. Nee. Vleeswarenkaars en een visje en een bloemetje voor mijn broertje, voor mijn pleegbroertje, want die had morgen jarig kunnen zijn. En dan heb ik deze bloemen gekocht. Ja. Groen-geel, ja, groen-geel, wat is het? Eiertjes. Dus ja, dat gaan we zo meteen in het water zetten. Ja, nee, is het niet voor jou, nee. Is voor vrouwtje en voor Kandelfie. Ja, want ik was bijna door zijn sloepjes heen. Ik heb er nog maar één, dus ja. Voilà, helm omhoog, zo. Nou, ik laat het jullie even zo zien. Helemaal vleeswaren, een visje, zoals ik al zei, een visje. Die ga ik vanavond een burgemeester maken, dus die hoeft niet in de koelkast, nee.
twee pakken merkpijpjes. Dan gaat het wel in de rolkast. Hij zegt fietsen stelen, mag je niet hebben. Hoppata, en de rest is allemaal vleeswaren en twee pakken kaas. Dat zijn er de vier, dat is er vier, dat is er vier. En dan twee kaas. Dus ja, en dan kan je betalen en dan schrik je groen en scheel. Maar ja, moet toch gedaan worden. Ja, je wilt het hebben of niet. Ik had ook één huistelefoon mee. Die moest ik eerst proberen in de moederlader te zetten van de telefoon. De huisbasis, weet ik hoe het allemaal heet. Daar staat hij nou in. Kijken of hij daar wel op wil laden. Want hier al, in dat kleintje, daar doet hij het niet in. Nee, terwijl het ook op een oplader geval is. Maar hij doet het niet. Nee, nou, daar kan ik niks aan doen. Nee, het is nou helemaal zo. Ja. Dus, maar ik ga eerst die bloemen in het water zetten en dan ga ik de vleeswaren uitspreiden over het aanrecht heen en dan kan ik het om en om pakken en dan gaat het in de la. Dus dat gaan we even doen en ik maak een bak koffie, want ik stik van de dorst en daarna ga ik de meisjes hout laten. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag, want het is nog steeds prachtig mooi weer. Er is wel ons al medegedeeld via buienradar, etc. dat wij vanavond om 8 uur hier al regen gaan krijgen. Maar dat is eerst zien dan geloven. Ja, je weet het nooit. Nee. Maar ja, de lucht die doet af en toe wel even vreemd. Maar het is nou weer netjes. Ja, het is weer goed. Dus we wachten het gewoon af. En we zullen het beleven. En ja, ik weet niet hoor. Mijn man die heeft ooit die pergola gemaakt. In het, dat hij er nog was, had hij een pergola gemaakt. Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. Hij heeft dat toen vastgemaakt aan de schuur. En aan de schutting. Al die jaren heeft dat gestaan. Nooit geen problemen. En nou is het er afgelopen vrijdag is het van de schutting eraf gehaald. En mag er niet meer aan. Want het is aan mijn kant. Dus ja, ik weet niet. Ik ga het morgen met Erwin bespreken. Wat ik daar nou weer aan kan doen. Ja, want die moet toch vast. Maar ja, de een mag niks, de ander mag alles. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik weet het niet. Ik snap het niet. Dat de een wel mag en de ander niks mag. Hoe dan? Ja? Maar oké. We zullen het beleven. Ik ga de bloemen doen. En de vleeswaar opruimen, et cetera. En dan een bak koffie maken. Ja, dat gaan we als eerste doen. Dus ik zeg, geniet ze. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben met de meisjes al uit geweest. Ik heb een beetje zin in wat. Ik heb maar even een broodje gemaakt, maar het is al wel laat. Het is 2:06. De televisie heb ik nog aan. De computer heb ik nog aan. Want dat ik met de meisjes weer terugkwam. Mijn nicht, die woont hier vlakbij. En daar loop ik nou iedere dag eigenlijk langs. Dat deed ik altijd al. Langs dat gebouw. En ja, vorige week, nee, eer vorige week geloof ik al dat het was. Toen heeft ze in het ziekenhuis gelegen. Vorige week, een paar dagen achter elkaar, de gordijnen helemaal dicht. Toen zat ze op de camping. Maar nou stond er weer een ambu. Ik denk, oh jee, oh jee. En toen hoorde ik iemand zeggen, een volle nicht of een licht, ja, weet ik veel, in ieder geval iets met nicht van bla bla bla. Dus dat kwam dichterbij, want ik hoorde het amper. Omdat er ook nog een paar auto's reden. En ja, was mijn nicht weer, die weer in de ambu lag en meegenomen is in het ziekenhuis. Dus hun erachteraan, dat was de oudste dochter weer. Dus ja.
Dat is niet leuk. Nee, echt niet. En ik maakte me al zorgen onder. Ja, niet onterecht dus. Dat, maar ja, we gaan straks wel proberen te slapen. En ik zweet met apenzuur. Dat wil je niet weten. Hé, straks even een washandje om me heen. Ja. Hé? Meisje. Mijn grote meid. Oh, die is ook zo lief. Dat ik op mijn rollator ging zitten om met, om met mijn achternicht te praten en haar vriend. Ging Elwin er mooi bij liggen. Tussen mijn rollator. Ze dus ging hier zitten. Ja, ging ze op mijn rechtervoet zitten. Ja, hoe dan? Dat is wel een zwaar gewicht dan, weet je. En Rijka, ja, die ging in het gras lekker leggen te snuffelen en te doen. Dus ja, helemaal niks aan de hand. Zo lief, zo lief. Hé? Ja, ze zijn zo lief. Ja, en ze begrijpen je zo goed, hè. Ja. Hé, ja, mijn meisjes. Ja, mijn meisjes. Ja. Zo lief, hè. Je bent zo lief, hè. Je bent een knapperd, hè. Ja. Je bent een knapperd, hè. Raadjes knapperd, hè. Ja, je bent een knapperd. Je bent lief. Maar oké, okay. In ieder geval, lieve vrienden, wensen we jullie een welterusten, lekker slapen en morgen ook allemaal weer gezond opstaan. En daar gaat de telefoon en dat zal Karin zijn. Ja, dus ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!